Hallo iedereen, welkom bij Jeroen. Hey, bij Goede Beste. Vandaag een nieuwe part van een nieuwe serie van Smart 3D World. Een spel dat volgens mij op 29 november is uitgekomen en dat dus eigenlijk vrij nieuw is. Jee! Ja. Wij spelen het lekker een week later of zo, weet ik veel. Nou, we hebben het ook een week later gekocht. Ja. 19 gekocht, gekregen. Ja, gekregen Sinterklaas party. Yes. Sinterklaas! Okay. Party Beast. Echt hoor. Oké. Dit moet ze echt weghalen, want ze dan in het begin van die, al die nieuwe spellen, dat ze dan weer zoiets krijgen. Ja, hè? Hoe bedoel je dat weghalen? Ja, dat we dan zo'n dat we zo'n intro ding krijgen. Ja, dan gebruik ze dat om te laden. In plaats van dat kut ding, dat je gewoon zo'n bandje. Ja, bandje goed om doen hoor. Ik heb niet meer dit hoor. Ja, oké. Oké, dus. Hé, ik ben spel 2. Boeien. Ah, boeien. Ja, ik vind het een beetje verwarrend. Ja, jongen, jij mag kijken. Ik mag wel lekker. Welke gaan we doen? Ja, de tweede. De tweede en dan wist of zo? Of? Ja, wist min. Oeps, de eerste gewist. Twee. Ja. Twee. Ja, twee. Yeah. Omg. Het bestaande is geen wist. Oh shit. Even zelf opslaan, oké. Wie ben ik? Ik ben trouwens de speler 3, jongens, voor degene die 2. Ik ben Luigi. Ik ben Mario. Ik ben dood. Nee, is wel met de gamepad. Maar ik word een keer met de gamepad. Het is een beetje raar eigenlijk voor mij dat we, terwijl we opnemen, dat ik dan niet de gamepad heb. Omdat het zo normaal is als ik speler 1 ben altijd. Ja, dus dat is... Tjaa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 
een schuine pijp. Zie je dit niet heel veel vaker of zo? En ik zal het moeten fixen. En Piet helemaal klappen en blij zijn. Ja, maar vooral die dat ze. Yeah, ik heb dat ze oh. Midden nog een keer schuin laten zijn en dan weer recht laten maken. Echt, hè? Ja. Oh, ik ben er niet aan het wijn. Mag ik aandacht voor jullie? Ik weet eindelijk wat hoer in het Engels is. Hoer? Ja, het ook, maar. Slaat. Het schijnt ook een andere betekenis voor bitch te zijn, om een van de reden. Wat? Dat is een vrouwtje vond. Ja, klopt wel. Ja, niet, dat is gewoon echt een. Laat maar. Pak je! Tik, tik. En. Dat ene potje heeft ervoor gezorgd dat de wereld sowieso in elkaar stort of zo. Bitch valt! Oh nee, ga volgen. Maar wat de bouwers intelligentie zorgt, is dat ze die potten dan ook gewoon onbeheerd achterlaten in elke wereld. Ja. Dat vind ik dan weer iets minder slim. Ja. Nee, ik vind wel het idee dat Mario ook steeds iets kinderachtiger wordt vanwege de publiciteit. Hey, Peach is weg. Verlossing. Nee! Maar echt zo. Altijd het elfje ding dat de kleur van haar haar matcht met de hele wereld. Zoals in de ijswereld is het ook blauw en zo. Spring. En in de zandwereld is het geel. Spring. In dit geval gewoon vrij rondlopen, dat is een beetje basis. Wat? Oh, zijn terug. Ja, Coco. Oh, Coco, ja. Oh, dat is gewoon vergeten. Superstart met een staartje. Die hadden we ook al een keer een staartje. Oké. Tanuki. Ja, oké. Wat kan ik eigenlijk zeggen over deze game? Want meestal begin ik met controllers en zo. Oh, sorry. Oké, druk gewoon op min of zo. Ja. Oh ja. Misschien is als we dat B is bukken nu, dat is echt best normaal. Pak ze allemaal op, hè. Oh. Ben je nu alweer git, Joren? Joh, is niet echt zo'n diep. Nee! Laat nu nog! Niet nu! Oh. Nee! Nee! Ruben! Why you do this to me? Daarom. Wat? Wat was dat? Geen idee, maar we gebruiken niet die dingen. Mama, opnieuw. Ik was net een beetje sparen, maar dat lukt dus niet echt. Wacht, niet in, nee. De, niet in die pep gaan, jongens. Doe ik het weer. Waar is Sheldon? En toen was ik dood. Oh nee. Lol! Nou, laat maar dan. Nou, zijn we 6 muntjes, dus ga zo. Ja, maar ik bedoel, hadden we de eerste darker of zo gewacht. Laten we niet elkaar tegen elkaar punten gaan geven. Ja, dat is soms zo leuk om te doen. Maar ik vind het alleen zo... met mystery houses. Alleen daarbij. Juist dan denk ik van dat we elkaar moeten helpen. Dat zijn dames.
moeten we in 10 seconden een aantal vijanden doen. Dat doen we met alleen met 10 Volgens mij doe ik het verkeerd. Oh nee hoor. Oh nee, dit is de stem. Oké, ja. Ik herhaal bij min, sorry. Ik heb geen zin om te ik vind ze irritant, dan ben je niet lopen elkaar. Oh! Als we punten tegen elkaar gaan doen, dan gaat BMW elkaar lopen grijs en vind ik weer irritant. Ik lach. Ben, wat blokkeer jij, broer? Nee, moet ik die vieze vuile rozenkonijn van Donnie Darko even pakken. Ik wist niet dat het een van die grote dingen is. Oh, sorry, Ben. Oh, dat ook. Jongens, dit doen. Jongens, ik zou daar toch even... Kijk dan. Wat dan? Jongens. Oh, oeps, boos. Oh, daar is de groene. Sorry dat ik hier sta, want nu kunnen jullie dat niet zien. Ben je me kijkt positief? Jij hebt nog die kat. Ja, wat is Kitty! Kitty kat. En Pussy! Oh! Oh nee! Oh nee, hoor. Oh, gaat hij door? Nee, 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 oh. Oké. Ik heb de instraal. Oké, wat gaan we op procent doen of wat gaan we doen? Ik weet niet. Ik hoop wel 100%, dat lijkt me wel. Laten we gaan proberen. Ja, we gaan toch 100% een keer het spel uitspelen, dus waarom niet nu? Weet ik veel. Hebben we alles eigenlijk? Nee, nu hebben we alles, ja. Oh! 30 puntjes. Nice. Ben, je pakt niet de kroon van me af. Degene die de kroon heeft, die houdt de kroon en anders houdt het. Ja, vorige keer wou je de kroon van mij afpakken. Nou, ik weet niet jij de keer... Ja, maar hij heeft ook een keer van mij afgepakt. Ja, ja. En ja, laten we stoppen. Ik heb echt het idee dat ze Mario Galaxy een beetje achterlaten alleen maar voor dit. Want ik vond Super Mario Galaxy was sowieso mijn favoriete spel. En ik denk dat ze 3D World en zo, dat ze het helemaal vervangen voor dat. Dat is ja, een beetje dat, jammer. Dat is zo lekker. Nee! Oh! 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 Ah, kom pak in die lekker weer de glitch doen of zo? Of oh ja, de glitch. Oh, wacht even hoor. Nice, oh, sorry Ben. Ja, ik kan er nu langs. Oh, je kan ook. Je stopt ook een keer met dit. Doe vandaag. Ja, wacht even. Oké. Okay. Doe jij het of. Ja, oké. Okay. Ik doe het. Laten we later even duidelijk zien. Goed zo. Wat? En zo ga ik door dat je totdat je 3 kans hebt, net zoals in zo'n Disneyland. Ja. Hoe lang gaan we door totdat het 350 seconden is, denk ik, of zo? 350? Nou, we hebben toch meer dan genoeg tijd. We kunnen het ding even uitbergen. We hebben toch al genoeg aan het geluid van de Wii U. En dit een beetje meer. Ik hoor jouw geluid harder dan de Wii. Het is wel zo, ja. Maar het komt ook denk ik dat we dichterbij er zitten. Ik heb een keer uitgerekend, we doen hier ongeveer 2 minuten over om de dinges kroon te hebben. 120 seconden? Ja, 120 seconden, maar dan ook met die klok. Dus dat is ietsje korter. Wacht even, als ik buk en jij springt op mij, dan ga ik zo'n beetje zo... Oké, laten we in de tussentijd anders even iets interessants vertellen over deze game. Ah, hij is minder leuk dan Smart Galaxy, bijvoorbeeld. Hij is kleiner dan Smart Galaxy. Ja, dat wel. En... Maar het heeft wel veel... heeft ook een beetje... Oh. Ja, wat deed jij? Was je bang aan het zijn? Ja, Benny zit een beetje pussy. Ja, maar dat komt ook vooral omdat je een beetje bang zegt. Dan pussy is de perfecte. Oké, we zijn net op de helft ongeveer. Ik vind, ik vind die kroon best wel awesome. Die ik niet heb, omdat ik gewoon vorige ronde het meeste had. Weet je wat het meeste dom is? Het meeste dom, serieus Ruben. Oké, als Peach die kroon heeft, dan denk ik echt helemaal van nee. Ja, wat wil ik gewoon van what the fuck? Sorry. Ja, oké, heel grappig Ben. Was je even mee top humor ervan aan het sorry? Nee, humor was het niet. Is het wakker Ben, je bent echt te nerd geworden. Ja, oké. Okay. Maar jij doet lekker hoog niveau, dus je hebt het eerder nerd. Heel wat grappig denk ik weer. Op je school is met Roodje denk jouw leraar gek, ik weet niet hoor. Het is wel zo. En dat vinden we grappig.
En de andere die kan echt tot 10 keer gearresteerd worden. Hoeveel kun je het van Open kopen eigenlijk? Oké. Je kunt het gewoon niet van Open kopen. Hij heeft zo gezegd. Oké, we zijn bijna klaar. Maar hij heeft ook echt zo gezegd dat heb je een euro voor me, ik wil crack kopen. Wat kun je daarvoor krijgen dan? Hoeveel crack? Laat het in de reacties achter als je het weet en een 8-jarige bent of zo. Weet je, we hebben laatst op onze school een proefje gedaan. Waarmee we keukenzouters uitresultaat hebben. Bastiaan gaat even naar de bovenbouwers toe en heeft 100 euro gekregen voor het keukenzout. En heeft gezegd dat het crack was. Oké, we zijn bijna klaar. Ja, oké, we zijn klaar. Ja, dat lijkt een goede kant op. Wauw. Wow. Je kunt niet. Krankje. Wacht, items. Er zaten van die leuke bloemetjes in, volgens mij, in deze. Ja. Nee. Ja, neem ze maar gewoon allemaal even. Ja, neem maar gewoon allemaal. Kijk of ik het zo kan. Ik kan niet heel vroeg springen daar. Wacht, ik heb een kans. Kijk, dan ga ik het zo proberen. Hoe doe je dat duiken? Doe je die duiken aanpakken? Ben je een nog? Volgens mij met kat doe je 1 en dan, of 2 en dan 1 ingedrukt houden. Niet B, 1. Oh, ik snap het. Ja. Nou ja, we hebben ook nog niet zo heel veel tijd en we gaan wel proberen de te doen. Dus we gaan hier naar boven, want ik heb het nu eigenlijk door dat er eigenlijk. Oh, wat was dat? Dat was poep. Eentje maar. Weet ik wel. Poesie. Niet leuk. Wat zat je om nou uit te maken? Of voor jezelf? Want je hebt het zelf ook al gezien. Grappig. En dat inderdaad. Wacht. Ik dacht dat je op dat groene ding moest staan. Nou, weet ik wel. Nee, het is allebei. Shit. Ja, ik wilde. Die vond ik eigenlijk best wel slecht. Nee. Dus niet erboven? Nee, toch? Nee. Oké. De boven is alleen maar wat extra's. Qua munten en niet qua ster of zo. Hebben we nou rond ons konden erbij gekregen of zo? Ja, dat was een klokje die heb ik gepakt. Ze hebben nog maar 90 seconden over. Hier is toch iets? Oh ja. Moet eigenlijk best wel opschieten. Wow. Zo. Nou, opschieten, we hebben nog iets van 200 seconden. Ja, maar ik heb liever dat ik het wel op tijd haal dan dat ik hem te laat haal. Oh, zeg je dat? Ja, dat ik ging er langs en ik pakte dat. Wacht, jongens, ga ik maar aan. Zijn jullie zelf een kring, dinges? Goed, ik wacht op jullie. Oké. Wacht even. Oké. Okay. Ben, door jouw item gedoe, ben ik nu even, weet dat. Zo. En nu ga ik even. Gaan we lopen. Nee, ik ben mijn stand power. Echt, je bent de enige die goed spreekt en je bent degene die kat is. Als ik nu minder dan 5000 verschil heb van de eerste, dan word ik echt zwaar geïrriteerd. Ik heb echt buikpijn ervan gekregen, van dat we dat de slef misschien ook niet hadden moeten doen voor die paal. Holy shit. Het was niet zo heel veel hoor. Ik heb ook die superster gehad. Ja. En die stem met heel veel muntjes. Ja, ik heb ook die Devens niet vergeten. Ik weet niet of ze tellen voor punten. Dat zou best kunnen. Misschien wel. Nou ja, ik heb geen zin om dat een tootje aan te zetten. Nee, het is ook niet nodig, dus doe maar gewoon. Charging chunks. Sowieso alle levels met dit soort dingen eten aan de kant. Enemy. Ja, maar dat doet het wind. Ja, maar dit keer ben ik ervoor gegaan, want ik niet wilde dat dit het mini-level met de kroon had gekost. Dat had ik sowieso niet gedaan. Ook al had je die kroon niet gewonnen. Met 3 en die ster had ik echt ook. Maar dan had iemand anders weer die punten, en dan had ik misschien het in het nauw gezeten. Oké, nou. Oké.
Wie gaat trouwens de Captain Toad levels doen? Dat oh, als je het toch... goed vindt, doe ik dat. Dat doet Benjamin, want die heeft de meeste ervaring mee. Zo. Nou, echt niet. Ik ook. Oh. Ik bedoel, oh. Oei. Wat zit daar rechts dan? Ja, daar zit ook iets. Uitkijkpost. Niet echt. Ja, niet echt iets wat waardevol is. Uitkijkpost. Zei ik net, Ben. Nee, Ben. Oh. Hey, oh, Oh, nee, je bent echt helemaal niet dood ofzo. Ah, nou, doe maar goed. Ja. Oh, gelukkig. Ik was. Ik dacht heel veel dat we daar zelf een dood maken. Ja. Oké, zeg maar allemaal. Ja, ja. Ik vond Nupsel dat was echt lopend van een kattenspoor achterlaat. Moet je gewoon kijken. Ja. Of dat was een open bij, hoe heet dat? Bij ze dat... zijn bijna onzichtbaar, maar ze zijn er wel. Ah. Ja, in de gras zijn ze bijna onzichtbaar. Lukt hier een? Ja, okay, ik was even aan het kijken of ik nog iets interessants vind dat ik nog niet eerder had gevonden. Nou, neem ik gewoon even lekker mee. Ik vind het wel kat beter dan een Firefly bijvoorbeeld. Ja, sowieso. Ze hebben echt wel gespecialiseerd om gewoon veel katten vooral te kleuren. Ja, bijvoorbeeld katkoenbaars enzovoort, kat boerenbils. Oké, okay, jongens. En ze hebben trouwens niet normale boerenbils in dit spel. Echt niet? Nee. Niet één? Nee. Nee! Nee! Doe erin! Doe erin! Oh. Nice, ik ben gered! Ik was eronder. Ik voel bijna dood. Ja, dat zag ik. Oké, Benjamin doet het even, je bent de snelste. Ja. Oh. Ik ben even gast. En nu is het bij zo lastig en anders doe je het makkelijk. Nee! Oh, nice. Doodheid. Nou ja, je gaat niet echt dood. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Benjamin, aanraken in de klas. Ja, dat moet je horen. Jij zegt taxje, dan is het beter. Ja. Oh, dat was echt, echt pixel verschil. Holy shit, zag je daar waar ik was? Ja, maar ik ging de lucht aan het spacen, maar... Puntjes ook. Kiddie. Dit lukt ons wel, hè? We zijn kat. Ja, we zijn kat. We moeten dit met een kat doen, willen we de power op de hoogste manier. Als ik nu weer de kroon heb, dan mag iemand hem in het volgende level van me afpakken. Dat maakt niet uit, joh. We zijn nog niet in de punten. Ja. Ja, maar het is ook weer leuk. Als, nee. Als je dan het toch hebt, dan denk je van, oh yes. Oh, meestal ga ik in het level niet voor, maar als ik hem dan toch... Ja. Dus nu denk ik toch van, oh yes, ik ga het volgende level weer doen. In Nederland heet die baas dan eigenlijk. Nee, maar dat is zo dom. Waarom niet kapitein Toad of zo? Toadbaas denk ik gelijk al, oh, we krijgen met een eindbaas te maken ofzo. Dus 5 en dus 4. Ik vind het wel trouwens lopen, gewoon op een teentje. We moeten dit level... Plotten. Oh, deze vind ik best wel genius eigenlijk. Ja, we moeten dit level toch 2 keer doen. Want de stamp, dan moet je voor uit de waterval gaan en... Oh, je moet dus voor de groene ster. Ja, je moet het sowieso 2 keer doen als je dit 100% wilt. Goed, maar jullie moeten even vertellen wat kijk al goed. Oké, wacht, ik ga even kijken of ik het in mijn eentje kan beïnvloeden. Maar dan een beetje slecht. Dus je kunt ook langzaam en sneller gaan. Oké, jongens, even niet bewegen. Ik ga kijken hoe het gebeurt als ik me alleen concentreer. Of het dan zeg maar slechter of minder goed. Of me dan minder goed. Voor mij ben ik dan een beetje gemiddeld qua snelheid. Of buigzaamheid. Als ik in mijn eentje doe, dan ben ik iets sneller. Oké, jullie kunnen er even meedoen. Kijk, je kunt ook kiezen om sneller te gaan, hè? Hoe dan? Door naar voren te drukken met dit. Zullen we naar rechts? Nee! Je moet met dit, met deze spelletje niet naar links en naar rechts zijn, die moet je naar boven naar beneden. Oké. Okay. Oh, wow! Oh, wow. Ik sprong. Oh, joh, faal. Eerste klap. Je moet niet zo doen. Zoomen. Pijltjes! Toverkeer! Deze pijltjes, niet zo! Niet? Nee! Hey!
Oké, hoe doe je dit eigenlijk? Precies. Nee. Nee. Nou, dan hebben we al voor 2 doelen. Bem deed het toen Bem even alleen speelde vanochtend. Toen zag ik dat hij het eigenlijk heel goed deed met die. Wat je het gedaan bent, gewoon niet springen of juist wel op zo'n best. Ja, gewoon. Ik had de superster en ging gewoon op alle platformen. Nee, dat ben ik weer dragen. Ik wil het eroverheen dragen. Ik ben het niet op. Nee! Zonder. Rennen. Fuck it! Doei, Riebe. Sorry. Ook in de handen nog grappig. Ja, hè? Zo nu nog vol. Miauw. Mijn aans is gejoren. Wacht, wie is jouw eerste? Weet niet. Ik denk jij, Bemin. Oh. Best een sad cheaters. Wie krijgen allebei een kroon? Nee. Jullie zijn teamers. Nou, wat de f... Je krijgt helemaal geen kroon. Iedereen krijgt allebei een halve. Wat de f... Dat lijkt me een genius. Gaan we nu eens andere verdoel golf gaan? Nee, deze. Ja, zo, ja, maar ik wil het rekenstuk en ik wil het rechterstuk, hè. Ja, oké. Okay. Plonsen met plessie. Het is net zoals spuiten en slikken, die naam. Spuiten en slikken? Ja, spuiten en slikken is de naam. Van een tv-serie. Nou, het gaat vooral over drugs en poepseks, dus... Ho, rustig. Leg ik dit nou? Nou, ik probeer het wel. Ik doe niet aan links en rechts, toch? Dus nu gaat het een beetje wild al. Dus het is een beetje onhandig om dat met iedereen te doen. Ik doe alleen naar voren. Waar hou je oren niet naar voren? Ja, joh. Even in het team. Ja, dan hadden we misschien omhoog kunnen komen. Ja, hè? Niet springen, dan gaan we langzamer. Fabulous! Yeah! Ja, oh. Wat? We hadden het toch niet nodig. Kijk. Oh, naar rechts. Naar rechts. Ja, oké. Okay. Gewoon niet te waterval in, Ben. Spring. Oh, ik zag het niet. Nou, de snap die hebben we. Wat me wel eens een keer opvalt is dat Bemin, komt vanochtend, het ging niet bij die paal, het ging die er net iets overheen. En het gevolg was dat hij dood ging het hele level overnieuw mocht doen. Ja. Want die geen checkpoints zijn. Gast niet springen. Doet toch niet? Weet ik veel. Ik zeg gewoon gast en dat is niet mogelijk. Degene die denkt dat... Ja! Ja! Oh, nice. Oké, ik moet toch weer die oplader. Waarom doe je dat dan niet? Moet je even de outdoor doet het al voor je. Nee, daar. Oh, ik voel echt het. Nou ja, oh, het is dus zo moeilijk om in de pijp te gaan, Mario. Wacht, even nog eens doen. Oké, maar ik ben je cheat. Oké. Ja, ik dacht al dat even jullie misschien eerst zou zijn, maar dat is niet zo. Nou, we. Ja, het hebben 100% gedaan. Het leuke van de kans vind ik wel bij jullie twee dat hij dan nog aan de haren zit bij de zijkanten. Echt waar? Het is gewoon een pak hoor, ik weet niet. Ja. Maar dan is het een. Hoe heet zo'n die nou ook weer? Zo'n mol. Die heeft dan die vaag niet. Hoe is dat? Draaier! Waarom ben je eerst eigenlijk? Weet ik veel. Ik weet echt niet hoor, Ben. Kijk, ik heb het. Oh, loterij. Laten we gaan doen. Van blijdschap. Van minuten zitten we. Nou, ik probeer nee, eigenlijk per part een wereld te doen, maar... Oh. Misschien is het wel handiger om tijdens mijn tentage van nu te stoppen. Oké, ik bedank u al voor het kijken naar deze part van... Trippende... Super die lopen. Kijk dan! Kijk hoe het loopt! Ik vind ben je me aan het zien, wil je Ik bedank u al voor het kijken naar de part van deze part. Ik sta bij... Jee!